veilig omgaan met kunstmiddelen en de huidige wetgeving. REACH is de Europese wijde verordening voor registratie, evaluatie en autorisatie, goedkeuring en beperking van chemicaliën. Volgens de strenge voorschriften van REACH zijn alle producten en additieven van de smeermiddelen van Rhenus geregistreerd. De EU, GHS, oftewel CLP-verordening, is de nieuwe Europese verordening als het gaat over de indeling, etiketering en de verpakking met betrekking tot smeermiddelen. Zowel REACH als CLP zijn in het leven geroepen enkel en alleen om u en uw personeel te beschermen tegen de meest ongezonde werkomstandigheden. Voldoen koelsmiddelen qua samenstelling niet of nauwelijks, dan worden deze producten over het algemeen op dit moment gelabeld. En niet net zoals vroeger op de MSDS-bladeren enkel, maar nu ook op de vaten met zeer grote labels. Niet machines, niet het bedrijfspand, maar uw personeel is het kapitaal van uw organisatie. De vraag alleen is, waarom gebruiken veel bedrijven nog steeds dit soort relatief ouderwetse producten? Nou, het begint al bij gewenning, conservatief. Iets wat goed loopt, ben je niet snel afhankelijk van het veranderen van. Prijs, dat soort producten zijn vaak goedkoper. Geen know-how bij een leverancier. Geen know-how binnen een onderneming. Geen vergelijk. Ja, test je niet, dan weet je vaak niet hoe een nieuwe product of een relatief nieuwe product wel functioneert. Andere opties zijn niet stabiel genoeg bij een leverancier. En die worden over het algemeen dan niet voorgesteld of ingezet. Ja, en heb je geen problemen, zijn bedrijven over het algemeen niet in de moed om te gaan testen. Slechte producten zijn er eigenlijk niet. Wel slechte keuzes en vaak ook verkeerde producten op de verkeerde plek. Welke inhoudstoffen staan er dan ter discussie? Nou, het begint al bij secundaire amines. Boorzuren, maar ook het formaldehyde depot.